De Surinaamse veerkracht op het gebied van culturele diversiteit komt steeds meer onder druk te staan door de polariserende discussie in de politiek en online. Socioloog Kirti Algu zegt dat deze veerkracht kan gaan inboeten. Met de uitbreiding van haar boek Religion, Power and Society in Suriname en Guyana wil ze aangeven dat er een relatieve harmonie bestaat tussen religieuze groepen. Ze geeft aan dat met de hedendaagse ontwikkelingen van culturele diversiteit de samenleving zich onvoldoende bewust van is dat de veerkracht moeilijk te herstellen zal zijn als het wordt beschadigd. Ik denk dat iedereen een bepaalde verantwoordelijkheid heeft om daarmee om te gaan. Hoe makkelijker het ook is op Facebook, al dan niet tegen betaling, om de polarisatie te voeden, dat gebeurt ook wel. Mensen worden betaald om op Facebook kabaal te maken en tegen elkaar schenen te schoppen. Politiek gewin met name. Wees je bewust van wat je doet. Weet je, zorg ervoor dus dat dat ding tussen die oren van je, maar ook jouw gedrag zuiver blijft. Want zonder dat je het doorhebt, zorg je voor een vervuiling van jouw eigen mindset, maar daarmee ook dus jouw hele community. En dat is eigenlijk die discussie die ik probeer aan te zwengelen met het boek. Ik zeg niet van dat het boek een kompas is, nee, maar het is wel een middel om die discussie te voeren met elkaar over iets dat ons bindt. En je moet koesteren wat je hebt opgebouwd. Algu, die eerder dit jaar haar boek over de interreligieuze verhoudingen heeft uitgegeven, is nu al bezig de aspecten sociale media, religie en genezing toe te voegen aan het onderzoek. Het belangrijkste werk voor de bijgewerkte versie van haar onderzoek is zo goed als af. Ik heb basically al het belangrijkste werk gedaan. Een deel publicatie is al af. Ik ben nu bezig het te revisen. Het wordt uitgebracht in boekvorm samen met bijdragen van andere auteurs. En het wordt, ik dacht, uitgebracht door een Amerikaans instituut. Amerikaans of Engels instituut, liever precies checken. Maar het is een boekwerk. Na deze uitbreiding bent u van plan om nog andere aspecten binnen te halen in dit onderzoek? Ja, een van de zaken die mij enorm bezighoudt, ik heb net gepraat over religie en genezing, maar ik kijk vooral ook dus naar de rol van gender en generaties. Gender doe ik meer vanwege mijn sportbetrokkenheid bij het Surinaamse Olympisch Comité. Maar ik denk dus dat gender ook een rol speelt in die hele discussie over religie. Algu zegt dat de Surinaamse maatschappij zonder al te veel investeringen iets moois heeft gecreëerd als het aankomt op culturele diversiteit. Ze wijst erop dat een ieder een plek heeft gehad in de maatschappij met hun eigen cultuur en religie. Echter moet de focus nu gericht zijn om dit zo te houden.